mensen op de bank laat staan. Nee. Ik wil nog even naar Frans Wijsglas. Hij was van 2002 tot 2006 Kamervoorzitter. En hij vindt Prinsjesdag nog steeds een mooie traditie. Als Kamervoorzitter beleef je Prinsjesdag op een hele speciale manier. Omdat je je verantwoordelijkheid hebt als Kamervoorzitter. En dat betekent dat ik op het bordes van de Ridderzaal de koningin, in mijn tijd was het de koningin Beatrix, mocht ontvangen. Een formele taak die bijzonder was en de eerste keer ook wel spannend was natuurlijk. Leve de koningin! Hoera! 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 Staatsrechtelijk is Prinsjesdag een belangrijke dag, omdat het beleid voor het komende jaar uiteen wordt gezet. En dat is dit jaar natuurlijk wel een gekke Prinsjesdag, om maar zo te zeggen. Omdat het oude kabinet zit er. Het is ook daardoor een om een woord wat ik zelf niet zo mooi vind te gebruiken, een beleidsarme Prinsjesdag. Ook als er, omdat er nog een oud kabinet is, niet veel nieuws te verwachten is politiek, is Prinsjesdag toch een mooie traditionele dag met de koets, de paarden, hopelijk het oranje zonnetje.